Wat is je favoriete beeldend kunstenaar? Dat is Rembrandt, maar alleen de Rembrandt van de etsen. Dat komt omdat ik zelf ets. Ik weet hoe moeilijk het is om dat in koper uit te beelden. Wat is je favoriete karakterseigenschap? Geduld. Als je niet jezelf mag kiezen, wie zou je dan willen zijn? Mijn man. Ik vind een hele lief mens. Welke hoofdrol zou je willen spelen in een film? Ik denk dat die film nog gemaakt moet worden. De meeste films vind ik niet zoveel aan. En er zijn zeker niet zoveel films waarin een vrouw als ik een hoofdrol zou kunnen spelen. Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Dat ze mij soms met rust laten. Hoe is het om archiefonderzoek te doen en op basis van personen tot leven te wekken? Het is niet sexy, het is niet leuk, het is zwaar. Je bent soms weken bezig en dan heb je nog niks gevonden. En je moet twee dingen hebben. Je moet geduldig kunnen zijn en je moet tegen frustratie kunnen. Anders blijf je niet zoeken. Wie is je lievelingsdoorzoon? Mijn grootmoeder. Ik heb haar heel erg gemist toen ik hier in Nederland kwam. En ik heb dagen lopen huilen en het vreemde was, ik miste haar en niet de rest van de familie. Ik ben bij elkaar, denk ik, misschien wel 8 jaar opgegroeid in haar huis. En de eerste 5 jaar van mijn leven, en die zijn echt cruciaal, hè? En ik noemde haar ook ma. Dus dan krijg je dus een ander soort band met haar dan met je moeder. Het was heel hecht en ik was dol op haar. In hoeverre werkt het slavernijverleden door op jou en in jouw eigen kinderen? Ja, dat werkt natuurlijk gewoon door. Dat blijkt ook uit het boek. En waarom het ook doorwerkt is omdat jij steeds merkt dat de omgeving hier zich dat niet realiseert, maar ook je eigen mensen niet weten van de beschadiging die het heeft opgeleverd. En dat ze bepaalde dingen doen die slecht voor ze is. En dat komt door die slavenperiode. En dat ze dus daar geen afstand van hebben leren nemen. En dat vind ik vrij triest. En in mijn eigen kinderen, daar hoorde ik eigenlijk pas een paar weken geleden van dat ze het ook erg moeilijk hebben gehad in de klas. Eén keer hebben we een geval gehad dat een nieuw jongetje riep tegen ze van ga terug naar je eigen land. Toen waren ze helemaal upset. En dat was niet eens het probleem, maar het probleem was toen ik het besprak met ouders, dat die hun schouders ophaalden. Dat vond ik het ergste. Vandaag heb ik deze sjaal om, omdat het gaat over het boek en deze sjaal is het symbool van de doorsons en het behelst, het geeft aan de eenheid in de familie. Dat wij door bij elkaar te komen, door het boek te schrijven, weer een beetje heel zijn geworden. Als ik dit boek in handen heb, dan voel ik opluchting. Omdat ik een hele lange tijd bang ben geweest dat ik zou komen te overlijden. En dat niemand anders het zou kunnen schrijven. En dat al die sticks en stukken op de computer, dat niemand er enig verhaal van zou kunnen maken. Dus ik was blij dat het uiteindelijk af was.